vind deze plek een hele mooie plek om doorheen te wandelen. Maar ook om naar te kijken. Dat je soort je kan verliezen in al die lagen van het landschap. Alsof je een beetje naar het binnenste van de aarde kan toereizen. Dus het is misschien ook wel grappig dat mijn voorstelling op eenzelfde manier ook eigenlijk een soort afdaling met de toeschouwer wil gaan maken. Céline Dame maakt VR-kunst. Een voorstelling die je dus kan bekijken met een VR-bril op. Maar dat doe je wel in het theater, waar je ook daadwerkelijk met de bril op kan rondlopen. En in VR zie je dan in een soort wateroppervlak een levenloze vrouw liggen. En als je goed naar die vrouw kijkt, zie je opeens dat haar huid van haar schim begint af te knappen. Dus eigenlijk van haar oneindige ziel. Ze heeft een soort schaduwachtig figuur in zich dat voortdurend aan het zingen is. Dus ze zingt een oneindige melodie. En met die melodie trekt zij je eigenlijk steeds dieper soort het niets in of de onderwereld in. Dus we zien die schim zien we door een deurtje glippen en dan kunnen we daar achteraan gaan lopen. En dan kom je eigenlijk als toeschouwer soort geleid door haar melodie steeds verder in een labyrint van kamers terecht. Het is een voorstelling voor mij die ook een soort open vraag stelt, in dat ik het eigenlijk fascinerend vind om na te denken over de oneindige ziel tegenover het lichaam en ook waarin ik dan meer thuis ben. Waarbij je ook zegt dat dat is eigenlijk misschien wel de thuishaven is van een mens. Dat een mens thuis hoort in dat gebied waar je tussen dolende zielen rondwaart. Terwijl je volgens mij daar ook heel erg onthand kan voelen. Dus het is voor mij ook een open vraag in, is dat een hele menselijke plek, die eigenlijk juist het diepste van ons wezen is, dat niets? Of is het een plek die ook op een bepaalde manier onmenselijk is en waar ik me niet thuis voel?